Schiphol is een airport city, een luchthavenstad met zowel zakelijke als recreatieve diensten en faciliteiten. Hierin kan een golfbaan natuurlijk niet ontbreken. De aanleg van Amsterdam International Golf Club loopt voorspoedig. De betrokken partijen kwamen afgelopen week een kijkje nemen op het terrein. Nou, hij ligt natuurlijk in een ontzettend druk stukje van de Randstad tussen Amsterdam en Schiphol. Een gebied wat iedereen zal kenmerken als een van de drukste stukken van Nederland. En het wonderbaarlijke is dat in dat enorme drukke gebied hier absolute rust heerst en je fantastisch golf kunt spelen. Het golfterrein beslaat 75 hectare en ligt tussen de noordkant van Schiphol en Amsterdam, langs de A10 en de A9. Het is een oude zandput die is volgestort met grond, zodat er enorme hoogteverschillen zijn ontstaan. En daar heeft de architect enorm goed rekening mee gehouden bij het ontwerp. Dus we krijgen echt een championship course, een lange baan waar ook echt goede spelers, professionals, een enorme kluif aan zullen hebben om te spelen. Elke hole is anders. De bedoeling was dat we hier 18 verschillende holes gaan hebben, ook qua zicht. Qua aanvoeling, qua golffilosofie en qua strategie. Dus dat is al geen enkel hole die op elkaar lijkt. We hebben creatief nagedacht over wat we hier zouden kunnen doen. Een plek waar je eigenlijk niet zoveel kan, gezien de ligging ten opzichte van de startbanen. En we zijn gekomen op een golfcourse. Een stuk ontspanning in de Airport City, waar eigenlijk natuurlijk altijd drukte het kenmerk is. Naar verwachting is de golfbaan medio 2012 klaar. Kijk voor meer informatie op amsterdam-international.nl.